deze nieuwe video. Als je mij een beetje kent, dan... weet je misschien dat ik best wel een grote Zalando fan ben. Een van mijn eerste video's was ook een grote Zalando schoenenshopblog. Die heel erg goed is bekeken. Ik zou trouwens nog wel eens weer zo'n video willen opnemen. Ik ben zo'n fan van Zalando omdat je daar gratis kunt laten verzenden. Gratis retour kunt sturen. 100 dagen hebt om retour te sturen. Vaak ook op rekening kunt bestellen. Er zijn kortingscodes. Het is een mega groot assortiment. Ze hebben heel veel sale. Dus ik ben fan. En wat ik nou zo leuk vind, is dat ik nu door mijn YouTube kanaal voor het eerst mag samenwerken met Zalando. En het is geen gesponsorde video, dus ik krijg geen geld om iets te zeggen. Maar ik mocht wel voor een bedrag wat uitzoeken en aan jullie laten zien. Ik heb nog veel meer besteld dan binnen mijn budget viel. Dus dat ga ik ook laten zien en ik ga even lekker kijken wat ik haal en wat ik terugstuur. En het zijn allemaal hele leuke dingetjes. Ik had echt nog veel meer kunnen bestellen, er is zoveel. Dus ik heb ook twee dozen en ik ga ze gewoon lekker uitpakken. En het chillen is ook dat, ik weet ook niet of ik alles pas, maar je kunt het zo makkelijk retour sturen of omruilen voor een andere maat. En mocht je een kortingscode hebben gebruikt, dan krijg je ook je kortingscode altijd weer terug als je alles retour stuurt. Dus helemaal top. Ik heb dan nu niet de prijzen erbij, maar alle linkjes staan in de beschrijving. Dus ik zal neerzetten wat het is en het linkje dat erbij hoort. En het eerste is echt heel erg leuk. Ik was echt verliefd toen ik deze zag. Van mijn badpak ga ik geen aanbeeld maken waarschijnlijk. Maar hoe mooi, ik ga er even voor staan. Hoe leuk is dit badpak? En echt een heel degelijk, netjes, vrouwelijk en toch speels. Ik vind hem zo ontzettend mooi. Hij is van, Zalando heeft natuurlijk allemaal merken, Dirty Perkins. Oh ja, daar hebben ze altijd wel veel van. Hij heeft hier een chille ondersteuning. Als je ook wat grotere borst hebt, is deze dan ook fijn. Ik ben zo benieuwd hoe deze maar gaat staan. Ik vind hem echt super. Ik vind hem een soort van girly, toch ook vrouwelijk en een beetje sexy. Speels, ik weet, ik vind deze echt heel erg leuk. Dus ik moest die gewoon bestellen. Dan heb ik een rok en hij is wel iets meer winters qua kleuren en qua stof. Maar ik had hem al even aangedaan en hij is niet heet. Deze is van Jacqueline de Jong. En ik hou tegenwoordig heel erg van rokken die op je knieën vallen. En deze... super leuk. Ik heb ook zoiets nog nooit gezien. Ik hou heel erg van sterretjes. En dit vind ik ook best wel leuk voor een festival of zo. Ik vind dit echt heel erg leuk. En heb ook nog een heel leuk rokje. Die is van Even and Odd. Het is ook best wel jeugdig of zo, maar ik ben op zich wel jeugdig qua stijl. En dat is dit rokje. Weer totaal anders. Lekker zo'n stretchband. Super chill hoeveel stretch erin zit en dat hij dan ook, die valt dan een beetje in je middel, zeg maar. Aan het begin van YouTube had ik vlogs waarin ik ook zo'n rokje droeg in het roze en daar kreeg ik altijd heel veel complimentjes over. Oh ja, dan heb ik schoenen. Oh nee, dit zijn, wat is dit? Van Anna Field. Deze, zondag. Vind je wel hartstikke goedkoop en super leuk. Super simpele. Bij Zalando heb je heel veel van dit soort sandaaltjes. Vanaf 10 euro of zo. Super simpele schoentjes. En ik draag altijd het liefste wel schoenen met wat meer voetbed. Omdat ik best wel plat voeten heb. Maar stel dat ik uitga of zo. Of uit eten in de avond als ik op vakantie ben. Dan wil ik toch wel heel erg graag dit soort schoentjes dragen. En deze waren helemaal niet duur, kan ik me herinneren. Ze hebben nog wel zo'n minuscule hakje. Dat vind ik altijd wel heel erg fijn. Dus super leuk. Het is trouwens niet super, super veel. Maar het is wel echt een leuke ding. Oh, deze vind ik heel erg leuk. Maar wel gewaagd. Echt wel gewaagd. Dat is namelijk dit topje. En voordat ik deze gepast in je boeks komen er best wel heel erg uit. Dus ik weet niet of ik hier een aanbod van ga laten zien. Want dat is dan meer iets wat ik op vakantie zou dragen. Ik ben benieuwd wat jullie daar aan vinden. Dat is zo'n... het is eigenlijk bijna een soort van BH. Maar dat draag je dan bijvoorbeeld op een high-waisted short. Ik vind het heel erg sexy voor een festival. Mijn borsten vallen best wel wat meer uit elkaar. En als je echt van die tegen elkaar gepushte borsten hebt, of misschien een BH eronder of zo, ik denk dat ik dit een beetje te pikant vind. Nu ik dan ook bijna juf ben, heb ik ook tegenwoordig iets van, ik wil niet te bloot op het internet staan. Maar ik vind hem zo mooi. Removable cups trouwens. Zo sexy. Kijk, je ziet deze banden zijn best wel lang, dus het valt best wel laag. Dus je hebt echt wel een erg inkijk. Oh, dit is van Woman's Secret. Het is ook een lingerie merk, dus misschien is het ook wel helemaal niet bedoeld als stopje. Ik vond het helemaal festivalachtig. Oh ja, dit is dan ook een soort van bralette. Deze is van Puma. En dit was niet zo
zozeer omdat het zo heel erg leuk staat, maar wat ik in de zomer het heel lekker vind om een bralette of een sportbraadje of wat dan ook te dragen. Dat heb ik nu ook aan. Veel fijner met de warmte. En deze lijkt heel klein, maar ik paste hem wel en hij zat ook heel erg lekker. Dit was dan bijvoorbeeld in de sale en daar betaalde ik dan helemaal niet zoveel meer voor. De band is zo ontzettend zacht. Dit is gewoon zo'n BH'tje van Puma. Hij lijkt echt heel klein, maar hij past wel. En ik ben benieuwd, laat even in de comments weten wat jullie dan doen in de zomer. Als je mij nu zo ziet met dit ervoor, dan denk ik echt, hè, past dat? Of jullie dan wel gewoon BH's lekker vinden zitten of dat je ook liever dit soort dingetjes draagt. Hij is heel erg mooi en stevig, deze van Puma. En ze hebben ook van Calvin een kleine soort bralette. Met dan echt 10 of 15 euro korting, omdat het dan bijvoorbeeld in een kleur is die denk ik niet heel veel wordt gekocht. Dat is zeker een tip. En, oh ja, dit was een short van Velomoda. Ik zie allemaal verschillende merken. Heel zwaar en veel stof. Meestal zijn dit soort shortjes heel erg simpel. En dit is echt een zwart, best wel lastig om te laten zien op beeld. Heel leuk shortje. Kijk, het zijn allemaal zulke handige. Ik vind wat ik heb besteld, het is gewoon super handig in de zomer. Je kunt het altijd leuk combineren. Dan heb ik nog een short. En deze is van Big Bok. Oh, maar volgens mij paste ik deze niet. Heel erg jammer. Nee, je kan er dus niet in. Dit is een L en ik heb toch echt wel een XL. Deze had je ook nog een ander kleurtje. Maar dit vind ik zo leuk. Een soort van spijkerstof-achtig look. Zomershortje, maar het is geen denimbroekje. Ja, deze is echt te klein voor mij. Die vind ik ook super, super leuk. Oh, deze heb ik nog helemaal niet gepast. Nee, waarom eigenlijk niet? Pieces. Weer een bralet. Ja, ik moet dat is voor mij echt zomer is gewoon een bralet. Ik voel me zoveel chiller sinds ik dat doe. Ik heb dat echt, dat deed ik vorig jaar nog niet. Ik voel me zoveel fijner. Normaal van thuis kwam al BH uit. Heet, heet. En op zolang loop je echt enorm veel bralet. Deze is mooi. Een beetje see-through. Een beetje sheer/see-through. En deze cups zijn lekker best wel groot. Ook denk dat deze heel erg mooi bij me gaat staan. Super leuk. Dit is van Pieces. Dus ik vind het zo heerlijk dat ik op één webshop al die goede merken kunt kopen. En dit is ook een bralet. En deze is van Mint & Berry. Dat zie ik ook vaak op zo'n. Deze is, oh, deze is heel mooi. Het lijkt wel een bralet shop nog, jongens. Oh, kijk, hier vallen de boobs weer iets meer uit elkaar. Zo mooi. Ik vind het echt heel erg. Ik ben heel benieuwd wat jullie dit doen. Of jullie ook van een bralletje zouden. Mooi, lekkere stofjes ook. Ik vind het best lastig om een goede bralet te vinden. Dus zoek je het ook. Ga lekker naar Zalando. Gratis verzending. Gratis retour. 100 dagen nadenken. Wow, deze is fel. Deze is heel fel. Dit lijkt op de website volgens mij wat minder fel. Zo, maar als je bruin bent is het mooi. Deze is van Even & Odd. Oh. Ja, ik vind dat wel heel tof hoor. Kijk nou. Zal ik pas een keer in tikken? Oh, dit vind ik heel mooi. Dit vind ik heel erg tof. Het is super gewaagd. Gaaf. Oh, ze hebben ook zoveel badpakken, jongen. Zoveel. Ik vind het ook zo heerlijk dat je op prijs kunt zoeken. Gewoon lekker vanaf de laagste prijs kijk ik altijd. Oh, wat een heerlijk badpak. Geen vullingen en zo. Een beetje dunner. Maar niet zo dun als een primer badpak of zo. Het geeft wel wat steun, denk ik. Oh, heel leuk. En dan heb ik nog één ding. Het laatste, daar ben ik zo excited over. Ik ben echt over het budget gegaan, dus ik ga zeker wel wat terugsturen. Dat zijn dus deze schoenen van Puma. En ik wilde heel graag, als je me op Snapchat volgt, dan weet je dat. De Fenty Bose, dus die roze. En ik vond ze toch iets too much. En toen zag ik deze. En deze waren ook wat betaalbaarder dan die Fenty Bose. Deze schoenen, ja, je heeft er lopen in, vond het volgens mij echt verschrikkelijk. Het is een beetje lila-blauwig. Ik vind dit dus zo tof. En ik loop in de zomer wel vaak op slippers, maar niet altijd. En ja, wat vinden jullie hiervan? Ik was helemaal verliefd. Echt helemaal verliefd. Dus dit, ja, ik vind het heel erg mooi. En ze zitten lekker. Superleuk. En als je dus goed, als je een kortingscode hebt ofzo, dan is het ideaal om schoenen te bestellen. Oh my god, dit was het al. Volgens mij vind ik echt wel super kort. Het ging echt heel erg snel. Ja, ik vond het heel erg leuk dat ik dingen mocht uitzoeken. Maar ik ben ook echt iemand die dan nu weer wat terugstuurt en dan weer wat anders uitkiest. En het staat nu al meer dan een maand bij mij thuis. Het is gewoon 3 maanden de tijd. Dus ik vind het heerlijk. Het bevalt me heel erg goed. Lekker passen. Natuurlijk wel gewoon goed alles. Zorg dat alles mooi schoon blijft en netjes en nieuw blijft. Maar weet je, een keer passen en 2 dagen later, vind ik het nog steeds leuk? Of misschien vind ik het nu niet meer zo leuk. Oké, dan stuur ik hem terug. En ze hebben nu ook iets nieuws. Zalando haalt op. Ze
week gedaan. Zaterdagochtend om 10:00 stond er een postbode. Die heeft gewoon mijn pakketje opgehaald. Super chill. Dit is dus niet gesponsord. Hè? Ik ben gewoon echt fan van Zalando. Dus vond je het een leuke video? Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Wil je een schoenenshopblogger zien? Laat het ook even weten door middel van een duimpje en een comment. Vind ik zelf wel heel erg leuk om te doen. En als je nieuw wordt, vergeet niet te abonneren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot zaterdag om 9:00 met een nieuwe video. Doei!